Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Coehoorn Begrafenisverzorging. Welkom bij Online Barneveld. We waren bij het afscheid van Jan Ravoet, de bij veel mensen geliefde fysiotherapeut. Groei en Bloei organiseerde een open tuinendag. In Stroe werd er een oldtimerrit gereden. We waren bij Theater op het Zand in Kootwijk. In Terschuur hadden Bassie en Adriaan een afscheid. De Friezen waren weer de beste bij het Nederlands kampioenschap dweilorkesten in Voorthuizen. Tot slot namen we een kijkje op de Stroese zaterdag met hun vele kramen. In de Kruimelstaten in Gadderen was de afscheidsreceptie van Jan Ravoet. Hij had niet gerekend op zoveel belangstelling van zijn patiënten. Jan Ravoet, je neemt vandaag afscheid. Je bent 32 jaar fysiotherapeut geweest in deze omgeving. Hoe voelt dat? Een beetje onbestemd. Al die jaren heel veel met plezier gewerkt. Goed opgevangen door de dorpsgenoten. Ik heb me heel erg thuis gevoeld. En dat blijkt uit de belangstelling van de mensen hier. Dat doet me heel erg goed. Maar ja, een nieuwe fase natuurlijk. En ja, dat moet ik heel goed gaan invullen en ik ga heel veel aandacht schenken aan de familie, de dingen die heel kostbaar zijn in het leven. En ik hoop er nog heel veel betekenis in te kunnen vinden. Ja, maar het is nog oningevuld en eerst maar eens de ruimte zoeken en eens kijken wat er dan komt. Ja. En wat vindt u ervan? Ik vind het heel fijn dat hij zover is, dat hij de keuze heeft gemaakt. Dat is een moeilijke keuze, omdat hij het werk graag doet. Maar hij heeft ook behoefte aan andere dingen en wij samen ook. En hij is zo toegewijd geweest altijd, dat je, het is of werken of stoppen voor hem. Ja, ja. Dus ik hoop dat hij nu op een hele andere manier aan zichzelf en aan anderen toekomt. Dat hoop ik ook. Want Jan, we zullen je echt heel erg gaan missen, denk ik. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord vandaag. En dat, ja, verrassend. Maar ik van mijn kant denk ik ook wel. Hè? Ja. Dat, er liggen heel veel herinneringen nou hier zo voor het oprapen. Je hebt heel wat mensen onder handen gehad in die tijd. Hè? Ja, absoluut. En heel veel mensen geholpen. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Ja. Ik hoop dat het hun goed gedaan heeft. Hè? Ja. Ja. Ik wens jullie het allerbeste toe in de toekomst. En dank je wel. Graag gedaan. Esther Leeuwis, ik hoorde net dat jij ook heel lang met Jan Ravoet gewerkt hebt. Hè? Ja. Hoe is dat begonnen? In 1991. Ik ben in 1986 van de opleiding afgekomen. En toen ging ik reizen. En toen in 1991 was ik weer helemaal in het land. En ben ik bij Jan eerst gaan waarnemen. En toen in vaste dienst. Tot 1996.
Er was nog iemand in Garderen die had een eigen praktijk en die heeft hem toen aan mij verkocht. Dus toen hadden Jan en ik eigenlijk allebei een praktijk in het dorp. Min of meer concurrenten, maar we voelden ons toch meer collega's als concurrenten. En 3 jaar geleden is dit gebouw neergezet. En toen moesten we dus met z'n tweeën in 1 gebouw. Dus we hebben heel lang overlegd hoe we dat zouden doen. Of we 2 praktijken in 1 ruimte zouden blijven. Of ik bij Jan in loondienst of Jan bij mij in loondienst. Maar uiteindelijk is Jan bij mij in loondienst gekomen. Omdat hij veel minder lang hoeft te werken nog als ik moet werken. Albert van Ee, jij bent nu 33 jaar. Ja. Jij bent al vanaf je 12e jaar patiënt bij Jan Ravoet. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is bijzonder. Het is gewoon een leuke man. Hè? Hij kwam al uit België en hij heeft heel veel interesses, ook naar de klant toe. Wat vindt de klant? Hè? Dus we hebben hele leuke gesprekken gehad. Gewoon op de behandeltafel en dan ging maar door, dan ging maar door. Bij ons was het eigenlijk nooit stil in de kamer, zeg maar. Nee. Hij kwam bij jou aan huis? Ook aan huis. Want in het begin had hij zijn eigen praktijkje in Garderen. En daar, dan ging hij op de terugweg. Dan nam hij mij nog even mee, zeg maar om 5 uur, 4:30. En dan werd ik nog even behandeld. Ja. Dus je hebt eigenlijk wel een band met hem opgebouwd. Ja, daarom ben ik ook gekomen. Hij heeft echt een plekje in mijn hart. Omdat, ja, iedere week zag ik hem. Iedere week. En dan altijd weer verhalen. En dan ging hij naar Amerika, toen ging hij toe. En dan vroeg ik hem helemaal uit van waar ga je naartoe? Welke steden ga je bezoeken? Ging ik zelfs wel eens opzoeken van wat gaat hij bezoeken? Wat heeft hij gezien als hij terugkwam? Ja. En hij kon je altijd goed helpen? Hij heeft mij heel goed geholpen, ja. Ik heb veel bij hem in de wachtkamer gezeten, dat moet ik ook zeggen. Het was soms wel een beetje lang wachten. Maar hij heeft goed geholpen. Ja, het is een man met geduld, hè? Ja, geduld. Ja. Dus je gaat hem nu heel erg missen, denk ik. Absoluut. We hebben een leuke humor gehad samen. Hij begreep mijn humor altijd. Ja. Dus we hebben samen heel veel, ja, gewoon ook goede gesprekken gehad van alles. Van alles wat, ja. Nou, ik vind het fijn dat je even wou meewerken. Nou, graag gedaan en ik wens hem het allerbeste toe. Dankjewel. Jullie gaan hem missen? Ja, we gaan hem missen. Ja. Eigenlijk ook altijd, als ik als fysiotherapeut gewerkt ben, is Jan er ook. Hè? Dus dat zal raar zijn als die er niet meer is. Ja. Ja. De Open Tuinendag van Groei en Bloei in Barneveld en omgeving was zeer geslaagd. Wij bezochten enkele kleine tuinen. Kijkt u naar een impressie op muziek.
De jaarlijkse oldtimerrit in Stroe was dit jaar voor de vijfde keer. Er waren veel deelnemers en hele mooie oude auto's te bewonderen. Iedereen hartelijk welkom op deze vijfde Stroese Oldtimer rit. De meesten die weten wel een beetje hoe dat het in zijn werk gaat. We vertrekken ongeveer een beetje tegelijk, maar rijdt iedereen gewoon op zijn eigen tempo zoals dat hij rijden wil. Want het is geen rally, het is gewoon een tourrit. Bart en Renier, jullie organiseren al voor het vijfde jaar een lustrum natuurlijk, de oldtimerrit van Stroe. Hoe is dit tot stand gekomen? Het is een beetje tot stand gekomen omdat we eigenlijk Bart nog iets meer dan ik zich bezighoudt met restauratiewerkzaamheden van oldtimers. En Bart heeft er in het verleden iets meer ervaring mee met het organiseren van ritten. En zodoende is het gewoon een keer spontaan ontstaan eigenlijk om te zeggen van... Kunnen we zelf niet wat gaan doen. En gewoon met mensen die graag een ritje rijden. En zo is het kalmaan is het eigenlijk nog redelijk hard gegroeid. Ja. En Bart, de eerste keer, hoeveel auto's deden er toen mee? Hoe kreeg je die bij elkaar? Ja, gewoon een beetje via mensen die je kende uitgenodigd. Ik denk dat we er toen rond de 23, 24 deelnemers hadden, de eerste keer. Maar gewoon alleen maar via, het is ook... De opzet geweest om het niet en geen heel groot kolossaal evenement te maken. Gewoon een beetje beperkt. Ook dat we Renier en ik gewoon zelf mee kunnen rijden. En niet dat je de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een druk programma hebt. Gewoon alle auto's zijn welkom. Alle merken, type, modellen maakt niet uit. Als het maar een oldtimer is.
En dat proberen een beetje laagdrempelig te houden. Doen nu al voor het vijfde jaar zelf de mensen mee? Nou, nee, niet allemaal dezelfde. Ja, veelal vanaf het begin die zijn er wel bij. Maar goed, er is tegenwoordig natuurlijk op een zaterdag, en vooral als deze, is er veel te doen. Dus er zijn mensen die hebben jammer genoeg af moeten haken, omdat ze andere dingen hadden. Ja. Maar veelal zie je elk jaar dezelfde mensen toch ook weer terugkomen. Ja, dat is... En wat ik heel knap vind, hoe zet je zo'n rit uit? Ja, dat is niet moeilijk. Je gaat met z'n tweeën in de auto zitten en je rijdt een kant op. En je, ja, meestal doe je wel iets voorbereiding. Van de ene keer gaan we richting Apeldoorn, de andere keer zijn we richting Arnhem gegaan. Een keer richting Bennekom, Ede, die kant op. En zo pak je een hoek die je vanaf Stroe kunt rijden. En we stappen met z'n tweeën in de auto en we gaan gewoon een rondje maken van 80, 90 kilometer. En dan zien we wel wat schip strandt. En is er in die jaren ook wat spectaculairs gebeurd met pech? Of? Nou, eigenlijk wel. Als de rit begint, dan doe ik meestal eventjes een woordje naar de mensen toe, even welkom heten. En dan vermeld je er vaak ook even bij pech onderweg, die of die bellen. En vorig jaar was ik de eerste die stil stond, ik ben Stroe niet uitgekomen. Dat is niet echt leuk. Nee. Maar ja, goed. Wij hadden hem, dat doe je natuurlijk niet voor me, we hadden hem al verschillende keren gereden. Maar goed, je wil graag bij de club erbij zijn natuurlijk, maar het kan gebeuren. Ja. Dit jaar is het zelfs heel goed gegaan. Niks gestrand, nee. En jullie doen het met z'n tweeën of zijn er nog meer mensen die erbij helpen? Ja, ik denk dat allebei de vrouwtjes er ook behoorlijk wat aan doen. Dus dat, we doen het eigenlijk met z'n vieren, laten we zo maar zeggen. Ja. En het bevalt goed dus op naar de volgende jaren? Is wel de bedoeling, hè. Ja. Het is, we willen toch maar proberen om de gang er een beetje in te houden. Voor zo'n dorpje als Stroe vind ik het toch wel heel leuk, of niet? Is hartstikke leuk, ja. Ja, mooi. Ik wens jullie heel veel succes en dank voor dit gesprek. Dankjewel. Hoe is theater op het zand eigenlijk ontstaan? En kan het eigenlijk wel in de natuur? Wij spraken met voorzitter Ger van der Gaast en Paul Suurmond van het Staatsbosbeheer. Ger van der Gaast, je bent eigenlijk de oprichter van Theater op het Zand, hè? Hoe is dat ontstaan? In 1999 had Staatsbosbeheer, die hier opgericht is in Kootwijk, die had het 100-jarig bestaan. En toen waren er allemaal festiviteiten hier. En toen zagen we zo wat een ontzettend mooi natuurgebied het is. Ja, ik woon hier al 30 jaar, dus ik ken het ook wel. En toen kwam het idee op van, kunnen we hier niet iets doen dat we de natuur en de cultuur bij elkaar brengen en zo iets maken. En daar zijn we met een paar Kootwijkers zijn we mee begonnen. En we hebben toen, bestond het Fortisfonds nu, wat nu het fonds 1845 is. Maar het Fortisfonds heeft ons op de voorhand 15.000 gulden in die tijd gegeven. En daar konden we mee starten. En sindsdien hebben we altijd een doorstart gehad en het is elk jaar komen er meer mensen en elk jaar wordt het weer mooier. En dus dat, zo is het gegaan en zo is het gekomen. En toen jullie net begonnen, wat waren er toen voor artiesten? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Risciotto was er, dat is een jongere orkest. Die waren er waren wat andere mensen. Maar het vervelende was dat het die dag ontzettend regende. En we hadden toevallig een grote tent bij Staatsbosbeheer staan. Commissaris van de koningin, Kamminga was dat toen. Die kwam en er kwamen nog andere mensen allemaal. En dat was heel vervelend, want die mensen moesten we uitnodigen. En alle andere mensen, die konden niet meer in de tent. Dus dat was erg vervelend. Ja. Maar we zijn wel doorgegaan. Ja. Dus en de laatste tijd hebben we altijd goed weer.
Maar ik zeg altijd, ja, iedereen krijgt er die toekomst. En vooral het publiek. Ja. En dat gaan we proberen te geven. Ja. Ja. En zijn er ieder jaar verschillende thema's? Ja, we hebben ieder jaar. Dit jaar is het frisse wind. En ik ken ze zo niet allemaal uit mijn hoofd van wat er nog gaat komen. Maar ieder jaar proberen we iets met een zet erin van het zand. En we maken dan thema's voor 4 jaar. En dat gaan we dan invullen. En we krijgen vandaag Speelman en Speelman. Die gewoon ongelooflijk bekend is en net terug weer komt van het Oeral. En die hebben zelfs een liedje op Theater op het Zand gemaakt. En dat wordt hier vanavond tegenwoordig gebracht. Verwachten jullie veel mensen? We zijn dit jaar gestart met social media. Facebook, Twitter, website goed onderhouden. Ik weet het niet. Ik hoop 4000 mensen. En dat kan oplopen tot 5. Ja. Zoiets. Ja. En waarom is het eigenlijk van 3 tot 9? Waarom de avond erbij? Nou, het is zo dat wij doen dus 's middags. Dan zijn er ontzettend veel kinderen. Dan is de clown er en nou de magazine. En dus allemaal voor kinderen. Maar ook voor ouderen gewoon. Maar er zijn mensen die als ze van 3 tot 6 hier zijn, dan zijn ze moe. Want het is schokken door het zand heen, de kinderen worden moe. En je zult zien om 6 uur, dan zie je mensen die voor het avondprogramma komen. Waar dus allerlei bands op optreden. En dan zie je de mensen met de kinderen weggaan. Dus je hebt een overlap. Dus het is voor ons ongelooflijk moeilijk tellen van hoeveel man zijn er nou in totaal geweest. Want je ziet de ene kant, zie je die kant opgaan en de andere kant, die komt er weer in. Dus dat is moeilijk gewoon. Als die bands gaan spelen, hoe klinkt dat hier zo in dat zand? Er is een hele goede versterking en dat komt heel goed uit. En alle stands worden zo neergezet dat als er muziek is, dan gaan die stands dus uit elkaar staan. Dus de ene keer als daar muziek is, dan komt de andere stand daar te staan. Als die daar is, dan komt die weer... Dus dat wordt allemaal van tevoren georganiseerd. En er zijn natuurlijk fans, denk ik, hè, die elk jaar terugkomen. Ja. Ja, elk jaar ken ik een hele hoop al die elk jaar terugkomen. Wat ook vaak gebeurt, is dat artiesten fans meenemen. Dus die lezen dat en iedereen zegt, nou, het is gratis. En dus die komen met mensen, maar daar hebben we geen idee van. Dus we moeten het even rustig afwachten. En waarom hebben jullie het gratis toegang gedaan? Omdat ik vind dat je cultuur en natuur... Dat moet je aanbieden. En dus dat is één. Het tweede is dat dit is een openbaar gebied. Dus iedereen mag er komen. Dus ik kan niemand verplichten om te betalen. Want iedereen kan vanaf de kathedraal komen lopen. Of vanaf de Harskamp komen lopen. Dus het moet gewoon gratis zijn. De tijden zijn nu natuurlijk erg moeilijk. Omdat subsidies zijn gestopt. Sponsoren... moeten mensen ontslaan, jammer genoeg, en kunnen het niet maken om dan nog eens een keer geld te geven. Dus dat gaat niet. Daarom zijn we dit jaar voor het eerst, gaan we zelf de horeca doen. En dat was een hele organisatie. En ik ben ongelooflijk benieuwd hoe dat gaat. En misschien dat we daar iets geld van over kunnen houden voor volgend jaar. Ik wens u een hele fijne dag verder. En hopelijk... Tot volgend jaar. En ik hoop dat u nog even blijft, want dan kunt u echt genieten. Ja? Dank u wel. Hartelijk dank. Run, run, run like your river runs to the sea. Back at me. Take care of those little prayers. Paul Zuurmond van Staatsbosbeheer. Wij vroegen ons eigenlijk af, theater in het zand, kan dat zo in de natuur met Staatsbosbeheer? Ja, heel veel mensen vinden het vreemd. Die denken natuur, dat is het toch alleen maar voor de planten en de dieren. Niks is minder waar. Zeker op zo'n plek kun je gewoon leuke feestjes houden. Je moet natuurlijk niet te gek doen. Hè? Maar eigenlijk willen wij als Stabosbeheer dit soort dingen gewoon veel vaker. De natuur is er ook voor de mens.
En je gaat natuurlijk niet midden in een broedseizoen zitten of in een seizoen dat de herten aan het brullen zijn in de bronsttijd. Maar zoals in juli, midden in de zomer, op een mooi stuk zand met mooi weer, iedereen is welkom. En dat is goed in de hand houden met zoveel mensen qua afval, vernielingen? Ja, het is natuurlijk, achter de schermen is het een heel hoop werk. Hè, zowel voor de stichting als voor Stavosbeheer. We zijn echt vanmorgen 7 uur begonnen, gisteren de hele dag gewerkt. En straks om 9 uur, als iedereen weer weggaat, zijn wij nog wel tot 2 uur 's nachts bezig om alles weer op te ruimen. Dus dat komt er wel bij kijken. Maar ja, voor zo'n festijn waar een paar duizend mensen op afkomen die het geweldig naar hun zin hebben, ja, doe je dit soort werk heel graag. En het leuke is ook, je ziet nu dat er overal sporen zijn van bandensporen van mensen die er gelopen hebben. Vannacht waait de winter 1 keer overheen en je ziet morgen niet meer dat hier een feest geweest is. En de herten die hier misschien wellicht in de buurt zitten, die gaan een kilometer verderop zitten. En morgenochtend komen ze weer kijken en dan is het weer rustig en er is niets aan de hand. Nou, dat vind ik nu heel leuk. Dankjewel. Ja hoor, graag gedaan. Het Nederlands kampioenschap dweilorkesten in Voorthuizen was weer een groot succes. Wij spraken met de jury en de organisatie en de latere winnaars. Er zijn orkesten bij die hebben gezegd, jongens, er zijn er een paar keer niet geweest, maar ze zullen weten dat we weer terug zijn in Voorthuizen. Anton, je zit in de organisatie van de dweilorkesten. Het is een heel festijn, alweer voor het negende jaar. Negende jaar, ja. Hoe krijgen jullie dit allemaal voor elkaar? Een stel gekke mensen uit het bestuur van de ondernemersvereniging Voorthuizen. Die vonden dat Voorthuizen klaar was voor een nieuw evenement. En ja, met een stel gekke, wat ik al zei, gekke mensen, gemêleerd gezelschap. Tot de organisatie van het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten gekomen. Met heel veel succes voor het negende jaar. En waar komen die allemaal vandaan? Is het elke keer hetzelfde of zijn er allemaal verschillende uit het hele land? Orkesten die komen overal vandaan. De middag schrijft zichzelf in. Daar doen wij eigenlijk helemaal niets meer aan. In het begin moesten we daar nog aan trekken, maar dat loopt nu volledig spontaan. En de avond die wordt geselecteerd op hun kunnen, op wat ze gewonnen hebben het afgelopen jaar. Daar gaat echt een selectie overheen. En wat is het verschil tussen de middag en de avond? Avond is, zoals ze dat in de dweilorkestenwereld noemen, de leutklasse. Dat is gezelligheid, puur voor de ontspanning. En de avond is een wedstrijdelement. Dat gaat echt om het winnen. Dan komt er ook echt wel een beetje kwaliteit te staan. En ik zie dat er al aardig publiek is. Hoe is de dag verlopen vandaag? Ja, super. Er is één factor die wij als organisatie totaal niet in de hand hebben. En dat is het weer. Ja. En die hadden we mee. Dus nee, dat was geweldig. Geweldig. Super dag. Dus volgend jaar op naar de nieuwe weer? Op naar de nieuwe, op naar de 10 jaar. En we hopen volgend jaar toch wat leuks te kunnen gaan doen. Even extra spektakel te kunnen maken. 10e jaar goed uitpakken. Sponsoren zijn zover weer enthousiast, dus die zijn voor ons erg belangrijk, want het kost best een hoop geld zo'n evenement. En dat lukt nog steeds in deze crisistijd? We hebben even begin van het jaar een beetje angst gehad dat we dat niet zouden gaan redden, maar toch met wat hoofdbrekens, of na wat hoofdbrekens, toch besloten door te gaan. En uiteindelijk met succes, moet ik zeggen. We zijn weer volledig uit het budget kunnen komen. Dus. Nou, hopelijk op naar de 10 jaar. Hopelijk op naar de 10 jaar, maar ik heb er alle vertrouwen in. En als we volgend jaar deze factor weer mee hebben, belooft het weer een mooi feest te worden. Ja, zo is het. Ik wens je veel succes vanavond. Dankjewel, dankjewel. De hoeveelste keer zit jij nu in de jury? Ja, ik weet niet meer hoeveel keer het is. Ik weet dat ik er 1 keer niet ben geweest. Maar ik ben blij dat ik al die andere keren er wel ben geweest. Het is zo'n feest hier. Ja. En je moet toch wel een beetje verstand van die orkesten hebben. Ja, maar nu is wethouders zijn wel een heel breed georiënteerd beroep. Dan moet je overal wel iets van weten. Ja. Hoe heb je het in de jaren ervaren, zoiets? Ik zie, we gaan nu volgend jaar naar de 10e keer. En je ziet wel een mooie opmaat, een ontwikkeling van het evenement. Ook de kwaliteit van de muziek. De groepen die hier komen worden steeds beter. Het publiek wat erop afkomt wordt ook steeds massaler. Het is echt een volksfeest aan het worden. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat ze heel blij mogen zijn dat je nog steeds weer in de jury terugkomt. Ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. Ik vind het heerlijk.
Dankjewel. Heel veel succes met je programma, hè? Dankjewel. Oké. Je bent hier te gast op de Dweilorkesterdag, hè? Voor de hoeveelste keer? We zijn er nu voor de vierde keer. We hebben in 2009, 10 en 11 meegedaan. Vorig jaar niet. En dit jaar zijn we er weer. Jullie komen uit Friesland? Helemaal vanuit Friesland. We zijn met een bus, een man of 50 zijn er mee. Dus het is voor ons een dagje weg, ja. Vorig jaar, of voor twee jaar terug, kampioen? Ja, voor de derde keer bij. Dus toen mochten we de bokaal houden. Dat hebben we gezegd, dan doen we volgend jaar niet mee. Ja, op een gegeven moment moet je ook weer andere orkesten de ruimte bieden. Maar dat hebben we toch wel gemist, dus we zeiden, dan moeten we dit jaar maar weer meedoen. Ja. En dat zijn de Friese, hè? Dat zijn de Friese, ja. Dus je kijkt wel, wat voor nummers speel je zoal? We gaan nu zo meteen beginnen met onze jukebox show. Dat is een nieuw thema, nieuw opzet die we gemaakt hebben, waarbij we eigenlijk het publiek laten beslissen wat we spelen. Dus we hebben een lijst met nummers en zij graaien de nummers eruit en dat nummer spelen op dat moment. Dus het is voor ons ook allemaal eventjes kijken hoe het gaat. Maar dat gaan we doen. De eerste set en de tweede set zoals altijd gewoon feest maken met alle mensen die hier zijn. En trekken jullie door het hele land heen? Ja, en daarbuiten zelfs. Binnenkort ook in optreden gaan we een weekend naar België toe. Dus we zijn heel klein begonnen in Friesland. Zo was onze naam ook, een Friese naam. En achteraf kun je zeggen, ja, we zijn in heel Nederland nu. Dat hadden we zelf ook niet verwacht, ja. En wat vind je van Voorthuizen? Voorthuizen als dorp is altijd heel gezellig. Er komen heel veel mensen hierheen. En de organisatie die organiseert altijd fantastisch. Veel mensen. Het is voor de orkesten van tevoren eten met elkaar in de loting. Het zorgt voor een hele goede sfeer. We komen hier heel graag. Vandaar dat we nu ook weer zijn. Dan wens ik je heel veel succes straks als je op het podium staat. Doe je best en bedankt. Het mooiste maken. Dankjewel. Bassie en Adriaan zijn 10 jaar geleden al gestopt in verband met de ziekte van Adriaan. Toch wilden ze nog een afscheidsoptreden in de schuur. Een tentoonstelling is te zien van hun werk in het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum. Dit duurt tot eind augustus. Zo. En ik zo, hoi! 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 Wat doe je nou? Nou even deze twee palen wegzetten. Je komt binnen en wat doe je nou? Nou ik zei hoi! Hoi! Dat gaat toch niet? Hé? Wat? Dat gaat niet. Jullie gaan wel, joh, moet je kijken. Hoi! Hoi! Bassie, als jij ergens binnenkomt. Als ik ergens binnenkom. Wat zeg je dan? Hoi! Hoi! Dat jij moet dus binnenkomen en net. Goedemiddag, jongens en meisjes. Oké, kom ik even overnieuw binnen. Goedemiddag, jongens en meisjes. Goedemiddag, jongens en meisjes. En een applaus voor Bassie! Zo, dat is een tijd geleden. Wat zijn ze gegroeid, hè? Ah, die achterste regionen die zijn gegroeid. En Adriaan, ja? Heb je dat gezien? Ze hebben allemaal gezorgd voor nawoeks. Ja, ja. We hebben nog een hoop dvd's. En daar zit een Adriaantje ook. Hallo. Hoi Adriaan. En mee. Deze circus is de stad. Wat ze net weer om die koude mond. Omhoog. Nu maakt het niet uit wat we weer vermoord. Maar wij zitten niet veel. Yeah.
schrijven. Toen werd er aan gebeld. Ik deed het voor de ogen dat ik zag, ik stond versteld. Dat was die grote olifant met een kleine muis. Hij blies een beetje hard en het liedje was uit. Oh, wat echt leuk zeg. Hij kon zich er geen voorstelling van maken, want hij kijkt jullie altijd op de video natuurlijk. Ja. Hoe oud zijn die meneren dan? Ja, nou nu zie je ze echt, hè? Die videoband, ja. Ik ben al heel oud hoor, ik loop al helemaal een beetje zo gebukt. Hè. Ja. Hebben die videoband die jij gezien hebt, de laatste opname was 20 jaar geleden en toen was jij er nog niet. Nee. 20? 20 jaar geleden. Zou het op 30, 40, 35 houden? Nee, dat was de opname, 1994. Oh, de laatste opname? Ja. Ja, met de plaaggeest en zo. Nee, dat is de plaaggeest. 1976. Ja, toen was hij al eng. Jullie hebben nu, ik hoorde net een 10 jaar geleden voor het laatst opgetreden. Hoe komt het zo dat jullie dan in de schuur toch eventjes een uitzondering maken? In de schuur hebben we natuurlijk onze tentoonstelling gehad. En toen kwam het idee geopperd om nog een klein optredentje te maken. Het is een mooie locatie ervoor. En wij hebben dus 10 jaar geleden gestopt vanwege een ziekte. En we hebben geen kans gehad om een afscheidsvoorstelling te geven. Dan zien we hier toch een klein beetje als afscheidsvoorstelling. Ja, nou ja, ik werk nog wel een driekwart jaar door. Ik ben nog niet gestopt. Ik werk bij mijn eigen show, maar voor Aad is het natuurlijk fantastisch. Ja. Dat hij toch nog, want toen die 10 jaar geleden, ja, als je van de ene dag op de andere dag hoort dat je kanker hebt, daar word je niet vrolijk van. En toen, ja, toen stond er een droevig acrobaat naast me, maar nu hebben we weer gelachen. Ja. En, ik vind het heel knap. Nee, maar het is, ik ben gelukkig helemaal genezen. En buiten dat is mijn conditie is beter dan 20 jaar geleden. Ja, okay. Ja, een uitstekende conditie gekregen. Alleen mijn mond, dat blijft een probleem. Het kan gebeuren dat mijn tong begint te verkrampen. Daarom wil ik geen voorstellingen meer doen. Nee. Maar als je op het toneel staat en dan even van, zo jongen, ga nu maar praten. Hoe kan je dat? Zo leuk. Dan moet je erin houden, joh. Nee, maar, dus ze hebben gezegd, als je het doet, moet je het goed doen. En als het niet goed meer gaat, moet je mee stoppen. Wij zijn er trots op dat jullie nog even in de schuur geweest zijn. Okay. Graag gedaan. Hartelijk dank. Oké. Ja, maar we hebben de schuur zien en dan sterven. Ha. Mag ik nog even een foto maken met de kleine jongen? Ja, natuurlijk. Nou, Milan, kom maar staan. En nu zeggen jullie mij allemaal heel leuk. Abacadabra! Ja, dat moet wel tegelijkertijd. Ja, 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 ja. Abacadabra! We namen nog een kijkje op de Stroesse zaterdag met de vele kramen en het mooie weer. Thank you.
hebben we nog even een bezoekje gebracht bij Simone van Drie, die haar nieuwe eerste kinderboek geschreven heeft. Simone van Drie, ja. Je hebt voor het eerst een boekje uitgegeven, ja, Marretje. Marretje en de rest, ja. Hoe ben je daartoe gekomen om een boekje te gaan schrijven en een kinderboekje? Een kinderboekje, ja, dat klopt. Nou, in principe is het zo dat ik in dagelijks leven commercieel tekstschrijver ben. En ik heb zelf een klein dochtertje. En ik zei altijd tegen haar van, nou, mama is nu even een verhaaltje aan het schrijven voor een klant. Ga maar even spelen. Dus dat kon ze al heel vroeg heel goed nazeggen. En toen was het op de dag van, ik wil eigenlijk ook een verhaaltje graag. Ik zei, nou is goed, waar moet mama die over maken dan? En nou, dat was dan over de miertjes in de tuin, want daar was ze overdag heel druk mee geweest. Dus dat is goed, dan ga ik dat schrijven. Dus ik heb een verhaaltje geschreven over de miertjes en een plaatje gezocht op internet erbij. En nou, dat beviel. Dus dat lag daar en dat las ik zo nu en dan voor. En nou, dan een paar weken later kwam ze weer met een verhaaltje. Waar ze, ja, of een onderwerp eigenlijk waar ze een verhaaltje over wilde hebben. Dus nou, verhaaltje geschreven, plaatje erbij, in een mapje, klaar. En nou, zodoende eigenlijk in de loop der tijd kwamen er steeds meer ja, verhaaltjes bij. En op enig moment had ik best wel een stapeltje. En toen dacht ik van, nou, daar kan ik dan misschien wel iets mee gaan doen. Zo is eigenlijk, ja, dat boekje gegroeid. En hoe lang heb je daarover gedaan? Ja, ik denk ja, anderhalf, twee jaar, zoiets. Dat het zo zich opstapelde. En toen ik een verhaaltje of 25 had, dacht ik van, nou, dat is misschien wel leuk. Toen heb ik het wat uitgedeeld aan ja, ouders met kleine kinderen. Van, nou, is het ook iets wat andere kinderen leuk vinden om te lezen. En dat was zo. Maar hoe ben je op de titel gekomen? Marretje en de rest? Ja, Mar is eigenlijk, nou, mijn dochter heet Marlies. En, maar het boekje is echt voor jongens en voor meisjes. Dus het is natuurlijk een meisje wat een beetje, ja, die draagt al die verhaaltjes aan. Ik heb die onderwerpen niet zelf verzonnen. Dus ik wou wel dat Mar erin hebben. Maar ik wou niet zo'n meisje-meisje naam. Nee. Omdat natuurlijk in ieder verhaaltje komt Marretje voor. En er zitten dan wel drie jongetjes bij. Jasper, een Tijmen en Ties. Maar het moest wel een beetje ook een stoere, aansprekende naam zijn. Dus toen werd het Marretje eigenlijk. Komt er een vervolg? Ik hoop het. Ja, ik hoop het. En dan wel weer in deze leeftijdscategorie, want het is van 2 tot 6 jaar. Ja. En dan iets ouder? Ja, nee, denk het niet. Ik denk dat gewoon, ja, want als mensen eenmaal het boekje kennen, dan, ja, dan zoeken ze daar dan toch weer naar. En er blijven toch altijd kindjes van 2 tot 6. Ja. En je bent het nu aan het promoten hier in Voorthuizen bij de Bruna. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, mensen die vinden het leuk en die komen toch even kijken. En als er een klein kindje langskomt, dan ren ik daarop af met een ballonnetje. En nou ja, dan komen de mama's of de papa's of de opa's en oma's. Die komen dan meestal even kijken en even bladeren in het boek. En de reacties zijn heel leuk. Ja, ze vinden het gewoon allemaal een leuk boek. Dus daar heb je het toch ook voor gedaan, hè? Ja, en dan zijn er nu ook al wel een paar verkocht. Nou ja, dit moet zich denk ik ook altijd een beetje weer laten doorwerken, laten inwerken. Het is toch natuurlijk, mensen komen langs en dan zien ze dat. En dan is het een soort impulsaankoop. Nou, ik weet niet hoe vaak dat mensen dat dan zo snel doen. Maar ja, de reacties zijn heel leuk. En de voorverkoop is ook heel goed gegaan. En die boeken die gaan natuurlijk nu ook allemaal al een beetje. Die zijn nu bij de kinderen. En dan, dus de bestellingen via komen ook alweer binnen. Heel leuk. Dus ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Met je boek. Ja. En ik hoop een opvolger. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel.